kijkt naar Oetel TV op TV 73. Ik ben in de Vughtenstraat. Ik sta weer bij Hoofs. Elke week gaan we even langs naar de nieuwe trends op het gebied van carnaval. En normaal natuurlijk is het ook feestartikelen of feestwinkel. Ik ga naar binnen en dan ga ik even kijken of Astrid er is. Komt het paardenspoor weer heen? Komt het paardenspoor heen? Op de loopbrug van de auto. Kijk de zon voor de heen. Daar zou ik niet willen missen. Daar is toch mijn oeteldonk. Daar is toch mijn oeteldonk. Vul mijn eigen opgelaten. Vul mijn eigen opgelaten. Het wordt vanzelf koek en ei. Kijkt naar Oetel TV op TV 73. Daar zijn we weer, Astrid. Ja, hoi. Ik heb even mijn jasje uitgetrokken. Ja? Dus ik ben gewoon eigenlijk helemaal neutraal nu. Saai. Ja, dat vind ik ook. Ik voel me ook echt naakt ten opzichte van jou. Ja. Ik kent het, het carnaval is begonnen. Ja, die is begonnen, ja. Maar weet je, het is er nu ook zo... Het weer is zo verschrikkelijk goed. Dat even de bontmuts en de dassen blijven hangen, of valt het mee? Nee, dat valt echt mee. Dus ondanks het weer buiten, zijn de mensen al helemaal in de mood. Kijken ze naar de temperaturen van Oeteldonk dit jaar? Ja, dat wel. Het wordt minder weer, hè? Ja, het wordt echt minder, ja. Ik heb wel gezien dat er 3 dagen achter elkaar 11 graden wordt. Dat is wel mooi. 11, 11 en 11. Nee, maar dat brengt geluk. Dat brengt geluk. Dat wordt een hele mooie dus dat komt gewoon helemaal goed. Ja. We zijn op de kinderafdeling, op de kleintjes. Ja, hier zien we van alles. Ik zie leuke kostuumpjes, ik zie sprookjesfiguren, bedenk het maar ook Oeteldonk. Ook Oeteldonk, ja. Ja. Voor de Oeteldonkse meskes en jungskes zijn er jasjes of truien of t-shirts. Eigenlijk alles wat ze willen. Kijk, het is heel hard gegaan, hè? Dus echt, ik sta ervan te kijken hoeveel voorraad jij wel niet moet hebben. Het is ongekend gewoon. Ja, ja. En nou pak je toevallig nu nog een slipjasje. Ja, om dit te pimpen, dat moeten de mensen dan zelf doen. Want het is, ja, bedoel, het is al carnaval. Ja, maar dat doen wij toch nog wel. Toch nog? Ja, voor onze vaste klanten. Ik heb hier gewoon heel veel mensen zitten. Naaidozen. Ja. Nou, in ieder geval, kinderen kunnen gewoon nog embleempjes uitkiezen. En dan laat ik ze erop stikken voor ze. Ja, en dat betekent dat... Dus dit is zeg maar een jasje, Oeteldonks jasje. En dan kunnen ze gewoon nog lekker, naar keuze... Ja, ze moeten een beetje op... naar mijn jas. Ja, een beetje vader en moeder lijken. En dan kun je een beetje je eigen fantasie op kwijt. En dat is natuurlijk het leukste. Ja. En die kinderen hebben een heel andere smaak van leuke emblemen, wat wij leuk vinden. Ja, is dat zo? Ja, ja? Dat is echt zo. Die pikken een heel andere dingen. Mogen de kinderen die hier komen ook zelf uitzoeken of moeten ze een beetje in het stramien van papa en mama lopen? Nee, de meesten mogen wel zelf uitkiezen. En ze moeten zich happy voelen, hè? Dus dan is bij de meisjes heel vaak prinsesje? Nee, dat is niet meer. Niet? Nee. Is het niet meer? Nee. Veel schoolmeisje, wat je daar ziet. Oh ja. Zo'n Oeteldonkse. Ja, maar dan zijn ze al weer een beetje wat ouder. Ja, maar je bent als je een jaar of 19 bent, dan wil je niet meer heel kinderachtig. Nee, dat klopt. Die gaan echt niet meer als prinsesje. Nee, dan krijg je dat soort... Ja, leuk zeg. Duidelijk, hè, ook de truitjes die je hier hebt, hè, voor de kinderen. Ik heb ook Oeteldonkse t-shirts. Die heb ik eigenlijk voorliggen. Gewoon vanaf elke maat. Kun je nog herinneren, dat evenement wat vroeger... is nu het Veilinghuis op de Hekelaan, Korsten. Dat was vroeger de Rara Raad. Ja. En jij daar ook uw eerste kusje gehad? Nee. Ik wel. Ik niet. Ik was er niet zo vroeg bij. Wat was jouw eerste kusje, Assen? Dat was op een feestje op de lagere school. Oeh! Leuk. Ja, op een gegeven moment komt toch het kind in weer boven als je hier bent. Maar even terug te komen hier op jouw kinderafdeling. Ja, dit is ook zo verschrikkelijk groot. Dit is een dikke winkel op zich, hè? Ja, dit is een winkeltje op zich. En het wordt ook steeds groter. Ja, er is zoveel keus voor kinderen. Want dit is ook wel heel leuk. Hè, die opperzoet pakjes. Ja, dat is ook best wel een hype. Hetzelfde verkleed gaan als je vader, weet je. Maar, ja, leuk. Ja, en ik verkoop ze ook voor meisjes. En die zijn ook van opperzoet zelf? Ja. Oh, die zijn ook met de kinderen gegaan. Wat leuk, joh. Ik heb hem ook, hè, met het testbeeld. Ik vind grappig. Super stoer. En er staat ook echt heel stoer. Een stropdasje erbij. Ja, ik zag net al een poppetje voorstaan met een kind. Met een stropdasje om. Zo'n babypop. Leuk. Ja, dat is echt leuk. Een hele goede pasvorm. Ja, dat zijn, ook voor kinderen vernieuwt het steeds. Wat je daar ziet,
Er is heel veel vraag naar bijvoorbeeld. Ja, met het schoolmeisje rokken, ja. Beetje de Britney Spears. Een beetje Britney Spears, ja. Die hebben we speciaal laten maken. Ja, en met het er, weet je, voor kinderen. Ja, veel mensen gaan ook toch hetzelfde als hun moeder of een beetje als groep. En dan wil je als kind ongeveer dezelfde kleding als de rest. Ja, leuk, heel leuk. Astrid, ja, ik denk dat we er zover zijn. We laten nog even wat highlights zien van de afgelopen aflevering dat we hier zijn geweest. Ja, maar we zitten nu echt op 1 minuut voor 12. Ja, precies. Het is nu de dag van de uitzending, donderdagavond. Okay. Wanneer kunnen de mensen vanaf nu, als ze kijken, donderdagavond, wanneer kunnen ze nog terecht? In het algemeen? Ja, nou, ze kunnen dus als ze vanavond, ik weet niet hoe laat het precies is, maar ze kunnen donderdag tot 9, vrijdag tot 9 en zaterdag tot 5:30. En dan de carnaval ben je dicht? En de carnaval ben ik dicht. Oké. Okay. Ga ik zelf een beetje. Nou, dankjewel voor jouw ontvangst. Ja, eindelijk. Ja, want het is wel zwaar geweest die dagen. Ja, het is een lange periode, hè, dit jaar. Ja. Ik ben er wel aan toe. Ja, ik wou net zeggen. Hey, nou, heel veel plezier met de carnaval. Bedankt voor de gastvrije ontvangst en de bakjes koffie die we kregen. Ja. En dan, nou ja, we zeggen elke keer, ik kom je wel tegen, maar ik kom je nooit tegen. Nee, dat is zo. Ik weet ook niet. Ons dierbaar Oeteldonk. Je kijkt naar Oetel TV op TV 73. Ja, je had het ook over emblemen, hè, die veel nu door jullie gemaakt worden. Ja. Wat zijn de nieuwe? Want vorig jaar hebben we natuurlijk heel veel laten zien al. Ja, ja. Wat heb je, zou ik zeggen... Een stukje duwt op. Ja? Laat ik even een paar nieuwe zien. Blauw, ik hou van jou. Nieuwe. Leuk, ja. Echt, is natuurlijk heel typisch Den Bosch. Oeterdonk, daar is pas geluk. Gewoon net je durft ook anders. Een beetje te spelen met kleuren hier, vind ik. Ja, dat vind ik ook. De bedoeling is eigenlijk om gewoon heel veel verschillende dingen te laten zien. En dit is dan Anoushka, die hebben we natuurlijk al, ja, dat blijft mijn lievelingslied. Ik bouw voor jou een droompaleis, maar ja. Onder de parade, ja. Ja, leuk, ja. Een hele mooie. Gij en ik en gij, wij samen. Ja. Ik moet dan meteen denken aan het liedje, het is overal zo vol en ik heb een mens niet vinden. Ja, oh ja? Ja? Oh, dus echt gewoon een verrekijker, oh wat leuk. Ik heb een mens niet vinden en een verrekijker en dan ook nog de bossen, ja, de gebouwen in die verrekijker. Ja, dat vind ik echt heel erg leuk. Leuk, ja. Heb je die ook zelf gemaakt? Ja. Ja, we hebben dan Patrick, die bij ons al jaren werkt, die ontwerpt emblemen. Maar we hebben ook Wilfred, dat is eigenlijk gewoon een kunstenaar. En die tekent voor ons. Astrid, maar nou koop ik hier straks 6 of 7 of 8 emblemen. Moet ik ze er zelf op stikken of heb je die service tot een bepaalde tijd voor carnaval? Nee, wij hebben die service. Ik heb hier gewoon 2 mensen achter zitten de hele dag door. Als je bij ons de emblemen koopt en het jasje is van ons, dan kunnen wij ze gewoon voor een klein bedrag erop stikken. Ja, oké. Okay. Maar dat is wel een goeie wat je zegt. Ja. Dus als iemand komt hier met een jasje van ergens een keer gescoord en die koopt hier een aantal emblemen, dan mag je ze er zelf opzetten. Ja. Ja, dat vind ik terecht. Want ja, dan heb je het nu te druk voor. Nee, dat is nou wat ik wil zeggen. Ja, want ja, anders heb je hier gewoon misschien wel 100 man zitten. Ja, precies. Van nu tot... Allemaal tijd. Leuk zeg. Ken je dat liedje? De winnaar? Perfect, ja, die ken ik wel, tuurlijk. En hier dan? Steeds voor jou. Oh ja, ik moet het weer ontgelden. Een grote bek, maar een heel klein hartje. Ja, 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 ja. Oh, leuk zeg. Allemaal nieuw, hè? Ja, die vind ik ook briljant. Ja. Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht. Ja. Dat is een John de Bevenkikker. Laten we proosten op het leven. Ja, dat is toch Guus Meeuwis een beetje... Ja. Voor mensen die niet, weet je, het hoeft niet altijd plat te zijn. Het hoeft niet plat Oeteldonks te zijn. Dat zeg je hiermee. We krijgen ook heel veel mensen natuurlijk van buiten Den Bosch die het ook leuk vinden gewoon Brabant-emblemen. En dit is gewoon algemeen. Het is voor een Bossenaar leuk en voor een Brabander. Ja, in een van onze volgende afleveringen, daar valt mijn oog dan meteen op. Het oranje jasje met Kruikenstad, Kruikenzeiken. Dus zelfs voor Tilburg heb je hier in de winkel iets hangen. Ja, zeker. Ja. Ja, mensen komen van heinde en ver, dus iedereen ook wel iets hebben. Dit is eigen productie. Ja, dit is eigen productie. Waar is het heet? Doe nou eens echt als een Spaanse. Waar is het? Nee, waar is het heet? Nee, maar dat doen ze toch zo? Want die echte Spaanse die doen dat zo, hè? Ja, hij heeft het ook gedaan. Wat leuk dat zeg. Dat is echt leuk, hè? Ja, dat is echt leuk zeg. En die kunnen ook gewoon aan een jasje hangen. Ja, ik heb hem helemaal door, maar ik zou hem gewoon aan een mooi dusje geven. Ja. Mag ze proberen te versieren. Schatje, wilde jij de sleutel van mijn kiet? Ja, dan hoop ik dat ze thuis nog een man niet zitten kijken. Nog. Nee, maar gewoon voor een vrijgezelle jongen of zo. Ja, dat vind ik wel een leuk item, ja. Ja, het is sowieso een leuk ding.
Ja, en zo hebben we... En ook lampjes, hè? Heel veel lampjes. Het moet ook een beetje flikkeren en doen. Ook allemaal zelf laten maken. Allemaal eigen productie. Kijk eens. Ons dierbaar Oeteldonk. Je kijkt naar Oetel TV op TV 73. Ik zie deze nou liggen, maar ik proef een beetje wat meer een man-invloed in deze hoek. Ja, eigenlijk sinds een klein jaartje is Jos, mijn zoon, nu in het bedrijf. En dat is wel super fijn. Nou merk ik wel echt ook nog meer een mannenkijk ook erbij. En ja, dit soort dingen, daar komt hij dan mee van, het is leuk, weet je wel. Net zo enthousiast als ik ben. Maar... En dit wordt dan ook weer door jullie bedacht, want ja. Dit is niet zomaar een speldje met zo'n prikketje achterop. Het is een lapje, ja, wat is het, leer of sky? Ja, het is een lapje sky. En daar kun je er gewoon ook opstikken. En ja, het is geen geld, ze kosten €1,99 per stuk. Gaaf zeg, echt gaaf. Dat is leuk, gewoon op je kraag, hè? Ja, echt super. Zijn die dingetjes gewoon om weer een beetje iets anders te doen. Ons dierbaar Oeteldonk. Je kijkt naar Oetel TV op TV 73. Dag Jos. Hi. Hey, wat een gezellig druk is het vandaag, zeg. Ja, zaterdag, hè. Ja, mag ik je wel even claimen, want je bent continu bezig en druk en... Nou, klanten gaan voor, hè? Dat is waar. Je mag me wel even kleden. Ja, ik vind het even toch leuk om de nieuwe jasjes, eigen atelier van 2019, even met jou door te nemen. Ja. Waar moeten we dan toe? Hangen ze hier? Waar hangen ze? Je hebt er al één aan. Ja. Dat is een goed begin. Rood is weer het nieuwe zwart, hè? Rood is, nou, zwart blijft zwart, denk ik. En donkerblauw blijft donkerblauw. Maar rood is wel echt een kleur die opkomend is. Dat zie je steeds meer. Een beetje in de zee van zwart in de steden nu. Of in de steden, in Den Bosch nu. Dus rood wel echt iets, echt ja, iets dus anders. Dit is het nieuwe model wat ik aan heb. Ja. Tot hoever lopen de maatvoeringen? 5XL heb ik hem. Oké, voor de mannen. Voor de mannen. Maar voor de vrouwen heb je ook de vrouwenlijn waarschijnlijk. Voor de dames de dames. We gaan even kijken, we lopen mee. Deze jas in het zwart. Oh ja, kijk, dus dit is ook al vanaf het atelier zit dit erop. Ja, dit is gewoon in de basis echt al een mooi aangeklede jas. Dus je ziet dat de mouwen zijn al mooi aangekleed. Het is uit een stof, dat is een wol-polyester combinatie. Nou, in de carnavalskleding zie je voor het dan bijna alleen nog maar die polyesterjassen. Heeft dat een voordeel voor de warmte buiten en het luchtige binnen? Ja, een wolkwaliteit ademt. Dus als je binnen staat, dan kun je toch een beetje je vocht kwijt. Sta je niet in zo'n zak zweet. En als je buiten staat, is het gewoon lekker warm. Het is niet meteen een hele dikke jas. Soepel, maar wel lekker warm. Ja, dat geldt het ook voor het jasje wat jij en ik aan hebben? De herenjas, precies zo. Dus ook eigenlijk in al onze eigen lijnen proberen we nu gewoon weer die mooie stofkwaliteit terug te brengen. Dus Astrid natuurlijk groot kenner van stoffen. Ja. Dus daar brengen we nu eigenlijk om in die carnavalsjas weer een stukje kwaliteit terug te brengen. Nou, we hebben natuurlijk hier een kale, dus een basic, een basis. En we hebben vorige week de aflevering gemaakt dat allerlei tierenlantijntjes, de emblemen, de speldjes. Ja, gewoon de nieuwe dingetjes. Je hebt ze hier toevallig niet op. Die leren dingetjes. Ik heb ze net ergens op een jas nog gezien. Ja, ik heb hier wel wat. Ja, die bedoel ik. Dus ja. dat met een beetje dat sky op de achtergrond. Mm-hmm. Nou hebben we dus deze jasjes met het opstaand kraagje. Ja, echte uniformjasjes. Dus dat is natuurlijk dit jaar zeker echt enorm opkomend. Vorig jaar verkochten we ook nog wel veel colberts. En nu dit jaar gaan we echt meer naar de uniformjassen toe. Deze meneer heeft er ook in te pakken. Ja. En daarnaast hebben we dan deze jassen. Ook een prachtige jas. In het zwart, donkerblauw. Een beetje meer, dus een beetje meer barok, hè? Een beetje chiquer, waar dit wat net wat stoerder is. Ook weer diezelfde wolkwaliteit. Wolpolyester, binnenzakken, ingelegd in momenteel. En ook uit eigen atelier. Dus jullie hebben geen stadterland afgelopen waar ze kale jasjes hebben die hier massaal zijn opgekocht. Dit is het kenmerk. Het hoofdlabel. En, ja, maar dan wil ik ook zien of die inderdaad in het nekkaartje staat. Die staat ook in het nekkaartje. Oh ja, kijk. Ja. Pracht en Praal. Is dat wat leuk? Is dat een beetje het merk, zal ik maar zeggen, van die jasjes? Ja, Pracht en Praal hebben we al jaren. En nu doen we dit jaar dus echt voor het eerst helemaal de productie zelf. Dus we deden al eerder eigen modellen naar een leverancier of naar een atelier. En die maakte dat voor ons. En nu hebben we echt helemaal eigen jas. Dus eigen productie, eigen stoffen, alles zelf. Ja, ik was net een beetje daar aan het zoeken en toen had ik een 4XL, ik denk die past mij wel, maar dat waren dus weer de damesjasjes. Ja. Zullen we daar eens even toe lopen, want die zijn ook al redelijk gepimpt, toch? Ik heb ze in alle klassen, dus ik heb het in mijn kale, een beetje gepimpt, helemaal gepimpt. En als ze dan niet gepimpt zijn en er is nog tijd, want ze moeten natuurlijk niet de laatste week komen, want dat is te druk om spulletjes erop te zetten. Nou, we hebben een atelier met
ja, nu op het moment denk ik 3 coupeuses die gewoon constant aan het pimpen zijn. Die maken die voorgepimpte modellen. Die we dan bijvoorbeeld, dit is een herenmodel weer. Ik heb hier een damesmodel. Ik heb nu net het damesmodel gisteren winnen, dus de zwarte heb ik niet meer in de winkel nu gepimpt. Maar dat is hetzelfde als dit. En die hebben we dan in allerlei klasses. Daar maken we altijd een mooi prijsje voor. Dus als je ze al voorgepimpt pakt. Ja, dus je kunt de kant-en-klare kopen. Tenminste, en dan kan ik me nog voorstellen dat je zelf zegt, nou, ik vind toch wel dat je nog ietsjes van mij erbij moet hebben, maar je bent al een heel eind op weg. Ja, precies. Je hoeft thuis niet meer een halve dag achter de naaimachine om je jas mooi te krijgen. Die is gewoon echt een mooie basisjas. En dan kun je zelf nog gewoon je eigen stijl op loslaten. En is het ook zo dat met dit soort jassen, die mag je eigenlijk niet uitwassen, hè? Zoals een kiel vroeger. Een kiel mag je eigenlijk niet uitwassen. Een jas, mag je die ook niet uitwassen? Maar nou, wassen dan bijvoorbeeld stomen. Ja, weet ik niet. Nee, dan moet het ding, dat moet wel echt gewoon stinken. En rechtop kunnen staan. Ja, die moet rechtop kunnen staan. In de tuin kunnen zetten. Nou, inderdaad. Deze kun je ook buiten hangen. En dan gewoon lekker moet je door laten luchten. Ja, dat wel. Ja, een beetje luchten. Dat is het enige. Wel een beetje luchten. Ja, doet me een beetje denken aan bloemetjesgordijn van Wim Kester. De lekker waaien in de wind. Nou ja, mensen kunnen hier naartoe. De openingstijden, die, het wordt nu echt spits, hè, voor jullie. Ja, we zijn het hele jaar 7 dagen in de week open. Dus altijd op zondag ook. Maar nu zijn we dan woensdag tot 9, donderdag tot 9, vrijdag tot 9. Zondag 11 tot 5:30. En zaterdag? Zaterdag 9 tot 5:30. Ons dierbaar Oeteldonk. Je kijkt naar Oetel TV op TV 73. Patrick. Hi. Uit Slovert. Ja, sorry. Nou, dat mag ook wel, want je tekent ook heel veel, hè, voor Hoofs. Klopt. Emblemen. Ja. En gekke nieuwe ideeën. Ja. Nou, gek, dus niks is gek eigenlijk. Het is helemaal niet gek, maar als je jasje dan vol zit, dan gaan we gewoon verder. Hey Patrick, en dat is uniek, want ja, heel eerlijk, ik heb het nog niet gezien. Nee, ik zelf ook niet. Het is te simpel vervoerd, maar het was er niet. Ja, nou, ik loop al een tijdje rond met het idee en het is er niet van gekomen om het te doen. En ik denk, doe het nou gewoon. En je zou een string aan kunnen trekken en het laten tatoeëren, maar dat gaat dan iets te ver, hè? Ja, dat ging net iets te ver, dus we hebben het maar op de broek gedaan. Ja, nee, maar ik vind het heel leuk. Leuke ideeën. Ja. Dus de mode zoals die van vroeger uit in Oeteldonk is ontstaan, van de kiel naar en steeds meer, de jasjes steeds bonter, steeds mooier ook. Ja. Het mag, de kwaliteit die mag ook steeds beter worden. Ja uiteindelijk. Je mag wat creatiever zijn, dus de dingetjes over elkaar heen zetten en even net wat anders. Het gaat niet om ruimtegebrek, maar het is wel erg leuk. Geen ruimtegebrek, maar creatie. Het is creatie, ja. Het is gewoon even origineel. Net iets anders doen. Leuk zeg. Hey, ik kom net binnen lopen. Heb je Astrid ergens gezien? Want die wil ik nog even spreken. Die komt daar net aanlopen. Oh. Ja. Oh ja. Hey Astrid. Hey. Waar zie je er mooi uit? Ja. Ik heb echt mijn best gedaan, hè. Jeetje. Hey, nou, ik zat als er met. Als jij komt, dan doe ik het. Er zit te slijmen, slijmjurk. Schijt toch uit. Ja. Hoe durf je zoiets te zeggen met een rozenkrans om? Astrid, ik met Patrick hebben altijd weer die leuke ideetjes, hè. Maar dat betekent ook wel dat je gewoon omringd moet zijn met eigen creatie, maar zeker ook met die van anderen die binnen je team vallen. Ja, we hebben gewoon echt een heel compact team, zeg maar, van trouwe mensen die al meer dan 10, 15 jaar bij mij werken. Of misschien wel meer dan 30 jaar. Maar, ik ga zo... Nee. Maar dat is wel, ik heb gewoon een heel trouw team. En ja, bijna allemaal creatieve mensen. Zeg, wat me nou opvalt, ik zag je aanlopen. Vorige week had ik een gesprek met jouw zoon. En toen had hij het wel over, ja, je krijgt nog jasjes, maar die is nog op dit moment niet binnen. Ja. Is dat die je nu aan hebt? Ja, dat is deze. Dit is eigenlijk gewoon een betere versie van wat we al voorheen hadden. Dus gewoon, hij is mooier getailleerd, vrouwelijker. Hij kan hier dicht. Die andere kon alleen maar hierboven dicht. Dus gewoon lekker voor op de fiets. En je kan hem ook zo een beetje openzetten. Dat vind ik zelf ook altijd mooi bij een jasje als dat kan. En achter vind ik hem ook heel mooi. Ja, heel mooi. Het sluit iets meer. En ja, gewoon super vrouwelijk jasje. Ja, dat is zeker. Ja. En voor de mannen heb ik die ook. En het is dan, zeg maar, de kwaliteit is gewoon wolpolyester. Maar dan met fluweel afgezet. Ja, vind ik net iets chiquer. Hoe zit het dan met de maatvoering? Want uiteindelijk weten jullie uit ervaring uit de jaren hiervoor wat je zo'n beetje nodig hebt. Ja. Maar hoe dichter bij carnaval, hoe dunner de spoeling? Of heb je continu wel aanvoer van maten? Nee, maar we hadden deze net voor 11:11. Die was eigenlijk meteen uitverkocht. Dus gelukkig konden we die nog een keer bijproduceren. En die zijn nu eigenlijk afgelopen vrijdag binnengekomen. Dus
Nu heb ik ze gelukkig, maar ook nu gaat het weer heel hard. Je kan dat nooit precies voorspellen. Ja, ik vind het ongelooflijk hoe druk het hier is. Is het echt gewoon, echt. Ja, het lijkt wel de A2 rond 5 uur. Niet zo dat de mensen lang moeten wachten, maar qua drukte, weet je. Ja, gezellig toch, hè? Ja, gezellig druk. Ja. Nee, daar is het zo. Iedereen, en ik hoor ook mensen met elkaar overleggen, vind jij ervan? Ja, dat vind ik wel een mooie. Ja. Of juist dat mevrouw het er niet mee eens is, dat hoor ik ook. Ja, dat is ook zo. En mensen komen echt ook wel van heinde en verre. En gelukkig ook de Bossenaren. Ik hou van een bos. Maar ja, het is ook wel natuurlijk fantastisch dat mensen uit Olsenzaal of zo helemaal komen rijden. En gewoon omdat ze het zo'n prachtige winkel vinden met originele ideeën. Ja, zeker. Ja, nou, het jasje, dat zou vorige week... dat hebben we opnieuw tijd kunnen filmen. Dat hebben we nu. Je hebt hem ook aan voor de mannen. Ja, ik heb hem aan voor de mannen. Ja, hij voelt ook zo lekker. Hè? Ja, of niet? Een jungsje en een duske. En een meske. Ja, dit is eigenlijk dezelfde jas als het. Ja, dit is dezelfde jas. Dus dan zie je dat zo'n jas niet per se alleen voor de bos hoeft. Maar sommige mensen zeggen ook, ik vind hem zo ook mooi voor de bos. Gewoon, het is gewoon super mooi. Combineerde met mooie kleuren. Ja, zo met dat groen en die epauletten dan, in precies die kleuren. En ook die kleurmutsen, bondmuts erop. Ja, ik vind dit dus echt super mooi. Nou, ik heb 2 jaar geleden had ik zo'n jasje met kikkers erop. En ook dit gilette. Mm-hmm. Ja, en ik voel me daar zo lekker in. Ja. Echt. En ik dacht eerst van, wat is er warm voor binnen. Maar dat valt eigenlijk wel mee allemaal. Nee, dat valt heel erg mee. Want daar is gewoon goed over nagedacht. Die kwaliteit kiezen wij zelf. En ja, je kunt het misschien wel een beetje voelen. Ja, jullie kunnen op tv kunnen het niet voelen. Maar het is gewoon lekker soepel en het ademt. Het is een wolpolyester, dus het houdt warmte vast buiten. Maar het ademt binnen. Ja, het is gewoon een ideale stofkeuze eigenlijk. Hey Astrid, ja, je maakt niet alleen Oeteldonkse jassen, want ik ben natuurlijk door de winkel gelopen en ik zie ook andere jassen, hè? Dus bonte kleuren. Ja, mensen willen gewoon iets aparts, weet je. Maar iets moois, iets geks apart. En deze jassen zijn eigenlijk allemaal eigen productie. Die kun je nergens anders krijgen. En doen we echt ons best op om gewoon iets moois te creëren. Nou, dat is bijvoorbeeld deze. Dat vind ik een heel leuke jas voor hier. En dan kun je dan helemaal fout maken, weet je wel, met tijgerprint of gekke bontmuts erbij. Juist de broek eronder. Deze broek zou er al heel leuk onder zijn. Ja, dit is een hartstikke leuke jas. Die zie je dan daar op die pop zitten bijvoorbeeld. Oh ja, die heeft hij aan. Ja. Is dan ook die eigen creatie. Ja, dit is allemaal eigen creatie. Ja, dus, zijn gewoon apartere dingen. Ja. En dan hebben we vaak weer passende broeken bij en passende hoeden. En schoenen. Kijk, deze hoed is dan weer exact gemaakt. Oh ja, ja, ik zie. In combinatie met dat. Nou, daar zijn gewoon superleuke dingen. Hoor ik het een liedje? Houdoe en bedankt. Ik zie je de volgende keer weer. Dan kom even terug, want ik vind het toch wel leuk om de kinderafdeling eens een keer te bekijken. Ja, dat wil ik ook graag even laten zien. Dat is ook belangrijk. Nou, tot de volgende week dan. Graag. Houdoe. Houdoe. Juweel van heel deze ons dierbaar Oeteldonk. Je kijkt naar Oetel TV op TV 73.